Hallo en hartelijk welkom. In deze video ga ik het hebben over een GPS-tracker. Wij zijn onlangs benaderd door een bedrijf met de vraag of wij dit product aan onze kijkers wilden presenteren. Omdat we het een interessant product vinden voor camperaars, laten we het graag aan u zien. De GPS-tracker is door de leverancier aan ons beschikbaar gesteld om uit te proberen en te bespreken. Wij worden niet betaald voor deze video en we krijgen geen vergoeding voor verkochte producten. Wel hebben we gevraagd om een kortingsactie en een verlotingsactie voor onze abonnees, waarover straks meer. Maar eerst, wat is een GPS-tracker en wat kun je daarmee? Simpel gezegd is het een apparaatje waarmee je de locatie van de tracker kunt zien en alarmen in kunt stellen bij beweging. Je kunt dus bijvoorbeeld de camper volgen als de tracker in de camper is geplaatst. Naast volgen kun je verschillende alarmen instellen, bijvoorbeeld als de camper begint te rijden of een bepaald gebied verlaat. Je kunt zelfs meeluisteren via de ingebouwde microfoon. Een tracker is daarmee een goede aanvulling op andere anti-diefstalvoorzieningen in de camper. Een GPS-tracker maakt gebruik van het GPS of GPRS-netwerk en communiceert met behulp van een simkaart en een telefoon. De tracker die ik ga bespreken is er in twee varianten, de standaardversie en de heavy-duty-versie. Belangrijkste verschil tussen de twee trackers is de grootte van de batterij. De standaardversie heeft een batterij met een vermogen van 5000 mAh en de Heavy Duty van 10.000 mAh. Beide apparaten hebben verder dezelfde functies. De batterij in de standaardversie gaat bij gemiddeld gebruik 90 dagen mee en de Heavy Duty versie 150 dagen. Onder gemiddeld gebruik wordt verstaan 1 mijl per dag checken. Het opladen van de accu gaat via het meegeleverde micro-USB laadsnoer en een oplader van bijvoorbeeld uw telefoon. In de doos zit er verder nog een hoesje, een Nederlandstalige handleiding, een simkaart van Lebara en een simkaart adapter. Vindt u het opladen toch wat omslachtig, dan kunt u een 12 volt oplader aanschaffen en die kan worden aangesloten op het 12 volt systeem in de camper. De bijgeleverde simkaart van Lebara dient u zelf te activeren en van beltegoed te voorzien. Bij een gemiddeld gebruik van de trekker moet u rekenen op ongeveer 45 euro belkosten per jaar. Het meest voordelig in gebruik is trouwens een abonnement. Voor de Belgische kijkers is het beter om zelf een simkaart van bijvoorbeeld Base aan te schaffen. Deze is voor België in gebruik goedkoper dan Lebara. De installatie is op zich niet ingewikkeld, maar ik had daar wel wat ondersteuning bij nodig. Dat was vooral omdat ik in Spanje verbleef tijdens het installeren van het systeem. En hier komt direct een groot pluspunt om de hoek kijken. De ondersteuning van Good to Know, het bedrijf dat de tracker verkoopt. Je kunt via WhatsApp contact opnemen met de helpdesk en je wordt snel en vakkundig geholpen. Net zolang tot je geen vragen meer over hebt en het systeem werkt. Je krijgt gegarandeerd binnen 24 uur een reactie, maar meestal is dat al binnen een paar minuten. Ik ben prima geholpen om de tracker werkend te krijgen en achteraf gezien was het helemaal niet zo moeilijk. Ik heb het systeem nu enkele weken in gebruik en het doet wat het belooft. Ik kan via de app real-time, dat wil zeggen live, zien waar de camper zich bevindt. En het resultaat is verbluffend nauwkeurig, tot op wel 5 meter nauwkeurig. Ook alle door mij ingestelde alarmen werken feilloos en direct, zonder enige vertraging. Het is ook erg eenvoudig om in de app de geschiedenis van de ritten in te zien. Heel leuk als je de gevolgde route nog eens wilt bekijken. Hoe een en ander in de app eruit ziet, ga ik nu demonstreren. Als u de app opstart, komt u op een inlogscherm en daar heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. De gebruikersnaam is het e-mailnummer van de tracker en dat vindt u aan de onderzijde. Het wachtwoord staat in de gebruikershandleiding. Zo gauw u bent ingelogd, ziet u een aantal menuopties. En ik begin even links bovenaan. Daar staat een knop Echte Tijd. En dat is een grappige vertaling van het Engelse Real Time en dat betekent live meekijken. Ik kies hem even aan en hij gaat ogenblikkelijk vertellen waar de camper op dit moment staat. En als we uitzoomen, dan ziet u dat we op dit moment in Spanje zijn. Als ik ga naar historisch, dan kunt u de gereden routes terugkijken. En ik ga even kijken welke route wij gisteren gereden hebben. Klik op gisteren, zoeken. Vervolgens haalt hij de route op die we gisteren hebben gereden. En dan zie je hier de route, het was niet zo'n lange rit. Je kunt deze route ook naspelen, dat kan automatisch met een bepaalde snelheid, die kun je instellen. Je kunt hem ook handmatig vooruit schuiven. En hier ziet u dus de hele route die we gisteren hebben gereden. We zijn er, we hebben 32,08 kilometer gereden.
Het volgende scherm is Geofence. En Geofence is een soort alarm wat u in kunt stellen, een gebied. En ik heb er al even twee als test gemaakt. Ik wil bijvoorbeeld weten als die een bepaald gebied verlaat, dat ik dan een alarm krijg, een berichtje. En ik heb hier een gebied ingesteld van 500 meter, dat kun je ook vergroten. En ik heb hier een gebied ingeschakeld dat we een 1500 meter, als we binnen die cirkel zouden komen, ook die kun je aanpassen. Gebeurt dat, dan krijg je automatisch direct een alarm van de app. Je kunt zoveel geofences aanmaken als je zelf wilt. Tweede rij, instellingen. Dan kun je dus een aantal instellingen aanpassen in het apparaat. Info, dan geeft hij wat informatie over het apparaat. Als je klikt op apparaat, dan krijg je alle alarmen die hij tot nu toe gegenereerd heeft. Die is hij nu even aan het ophalen. Links onderaan, alarm. Daar kun je de soorten alarm instellen die je allemaal wilt krijgen. Dat zijn er heel veel. Top-up, dat is een webshop, daar heb ik nog niet op gekeken. En uitloggen, ja, dat is natuurlijk duidelijk. Dan log je uit de app. Daaronder ziet u ook een melding staan, Geofence in. En dat is de laatste alarmmelding die ik heb gekregen gisteren. Omdat we dat gebied wat ik had ingesteld, ingereden heb. U ziet het, meer is het niet. Het is kinderlijk eenvoudig. Het is Nederlandstalig. Hele handige app. Werkt prima. Dan de prijs. De standaardversie kost €119,99. En de Heavy Duty versie kost €149,99. De 12 volt oplader kost €24,99. Ik heb goed nieuws. We hebben met Camper TV een korting van €15 kunnen regelen voor onze kijkers bij een bestelling boven de €100. Deze korting krijgt u met de speciale kortingscode CTV15 die u kunt invullen in het bestelscherm. Ik zet de link naar de website in de omschrijving van deze video op YouTube. Maar we hebben nog een leuke actie kunnen regelen. Naast de korting zal er een verloting plaatsvinden door de leverancier. Twee bestellers die gebruik hebben gemaakt van de code CTV15 krijgen hun hele aankoopbedrag teruggestort. U maakt dus kans om uw aankoopbedrag terug te krijgen. De actieperiode loopt tot en met 13 april 2022. Tot slot mijn conclusie. De tracker werkt erg secuur en reageert snel. Het instellen is een klusje waar u even goed de aandacht bij moet houden. Een tip, lees de gehele handleiding secuur door voordat u begint. Komt u er toch niet uit, dan krijgt u hulp van de helpdesk van GoToKnow, totdat u geen vragen meer over heeft. Naast de aanschafprijs krijgt u te maken met belkosten. Hoe vaker u het apparaat oproept, des te meer belkosten maakt u. Maar maakt u zich geen zorgen, het dataverbruik is erg laag. De app is erg gebruikersvriendelijk en makkelijk te gebruiken. Tot zover deze video, hopelijk was het duidelijk. Voor verdere vragen over dit product of de actie verwijzen wij u door naar de leverancier. Wij beantwoorden zelf geen inhoudelijke vragen over de tracker of het gebruik en de installatie. Bedankt voor het kijken en tot ziens.